Formidable. Formidable. So I think the best way to answer the critics is to show on the pitch and to score the goals. So this is the best way. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. It was very important victory for us, especially because we play with the last team and now we make some good difference in the points. Vier keer kunnen scoren, die drie punten kunnen houden, ja, dat is prima. Very, very happy. Well, I don't know what to say. Just very happy, pleased with the game, with the way we play, with the reaction of the supporters, and very happy. In die eerste wedstrijd, ja, er was spelers zonder vertrouwen. Nu, die hebben alle twee vertrouwen, die durft veel meer. Die durft ook een kans te missen. Kijk, Dali, die kreeg twee goede kansen, die mist, maar die blijven proberen. En dat is de ster van de spits. En ja, dat is gewoon ook. Die scoren ook mee, wij pakken ook meer punten. En het vertrouwen is terug in de groep. First of all, I think it's the confidence that brings me back in the scoring. How do you get the confidence? You get the confidence when you play the game, when you work hard. And of course, you need to be mentally strong and prepared for the matches. Daar is de voorzet en daar is hij wel. Jawel, 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 jawel. Dalibor Veselinovic. Dat er vier keer wordt gescoord, dat moet jou deugd doen, want jij bent hier als T2 binnengehaald ook om die spitsen te begeleiden, om die doelpunten te maken. Ja, ik niet alleen, hè, want onze coach is ook een ex-spitser geweest vroeger. Dus nee, maar dat doet absoluut plezier. Die laatste twee matchen thuis, ik denk 7 doelpunten. Het is top dat we nog in de volgende week ook onze spitsen zullen scoren. Hoe ben je daarmee bezig? Ja, ik niet alleen. Ik denk iedereen is daarmee bezig. Hè. Ook, maar je neemt ze toch soms apart? Ja, maar de laatste week was meer met ons coach en zo. Dus, maar we proberen ook het vertrouwen, ook niet alleen van die training, maar ook buiten de training, ook veel praten met die mensen. But it's simple. I think both coaches was strikers, so they know what we need to work for make us better. And every week we have one training, just especially for finishing in the front of the goal, from sides, from a few positions. So it's very important. Do you learn a lot? Yeah, of course, you can learn a lot and you can improve yourself. Veselinovic gaat scoren. Veselinovic scoort niet, maar wel in de carambol is er de goal van deze man. Demjan met het nummer 32 is het er helemaal voorbij. Robert Demjan, zijn tweede van de competitie. Het werd niet Veselinovic, maar met een stoot waar Rimmel Keulemans jaloers op zou zijn. Jullie kiezen nu weer voor die 4-4-2. Hoe complementair zijn Robert en Dali? Ja, ik denk dat die laatste weken al bewezen dat die wel alle twee complementair zijn. In het begin dat was een beetje zoek. We hadden ook niet veel tijd. Dat heeft misschien 3-4 weken geduurd. Maar nu hebben we ons coach gekozen voor een systeem met twee spits. En ik denk dat wel momenteel. Moet niet te veel verandering doen. I feel very, very good with him. I think that he helped me a lot. I help him a lot. So I think that is not a focus of defense only of one of two. That I need to pay attention to both of us. So it's like this. We can get maybe more space. And how you see last games that we use this very well. Play away now. We need to be careful. Of course, we go to take also 3 points, but we need to be smart, like a group, and to
to wait for the mistakes of the opponent. How big is the chance to stay in the first division? I think now we are on the good way, and the chances are bigger than before, because our confidence is back, and we have feeling that if we continue like that, we can stay in first division. Momenteel is alles positief, maar ik zeg altijd, we moeten wel met onze voeten op de grond blijven. Want als wij twee matchen achterin nu verliezen, ja, we staan misschien terug voorlaatst. Dus oké, was een schitterende uitslag tegen Bergen, rechtstreekse concurrent. Iedereen veel plezier gemaakt na de match, dat was een hele goede ambiance. Maar vanaf nu moet terug beginnen te werken, want zaterdag is terug een belangrijke wedstrijd. En als je verliest op Oostend, ja, Leuven win, we staan misschien terug voorlaatst. Dus, oké, match was gedaan, plezier, maar nu is terug beginnen te werken voor die volgende wedstrijd. Oostende, hoe moeilijk wordt het? Ja, we hebben die eerste time gezien, dus zaterdag standaard Oostende. En we vonden Oostende een hele goede ploeg. De trainer heeft ook een paar spelers rust gelaten, want die zegt die belangrijke match is tegen Beveren. Dus ik verwacht een warme ontvang. Maar als we blijven spelen zoals die laatste weken, we kunnen ook misschien daar gaan winnen.